Nou, hier zijn we dan, in de grote zaal van de Nieuwe Regentes, waar we de voorstelling In Spirituals hadden zullen houden, maar die is gecanceld, want alles is dicht. Dit is dan dus ook even over. In Spirituals was een voorstelling waarin een groepje mensen uit de buurt was komen praten over hoe voel je je nu in coronatijd. Dat was eigenlijk vertrekpunt. En daar zijn we eigenlijk al maanden mee aan het werk. Dus zo. Dus deze hele ruimte was, daar was een eiland, daar was een eiland, hier was een duet, daar was een duet. En dan zou daar een projectie komen. We zouden 5 voorstellingen spelen. Een voorstelling zou ongeveer 3 kwartier duren. Maar daaromheen zou je ook een soort wandeling krijgen door het gebouw met verschillende momenten van verwondering, bezinning, verbinding. Eigenlijk moeten we de voorstelling nu naar een kerk verhuizen. Dan kunnen we het gewoon spelen. Ja. Omdat we uit zijn gegaan van verhalen van de mensen. En we hebben in de begintijd een aantal oefeningen met ze gedaan om hun fantasie op gang te brengen. En aan de hand daarvan, wat daar uitkwam, maar ook hoe de chemie onderling was, hebben we duo's en trio's samengesteld. En zijn we eigenlijk met niks begonnen. En dat was echt zo schitterend om het zo echt uit de mensen zelf te halen. Als het straks wel doorgaat, komen ze binnen in deze kathedraal. En dan begint hier een eerste scène. En dat zijn 3 mensen die zich opnieuw verbinden met letterlijk de aarde. En dan is er daar een scène en dat is een scène die is geïnitieerd door een bokser, een voormalig bokser. En met hem en 2 anderen zijn we op zoek naar balans. Piano in die hoek heeft een uitwerking op alle andere scènes ook. Dus je krijgt ook als publiek een soort van, hey, het gaat een beetje in elkaar lopen. En we zouden als publiek als een soort museumrondgang langs de eilanden wandelen. En dan publiek van 30 in 5 stukjes gehakt, dus 6 mensen per eiland. Op de een of andere gekke manier de voorstelling is ontstaan vanuit corona. En door corona hebben we nu even dat we niet kunnen spelen, maar dat komt gewoon wel weer later. Jammer. Blijf gezond en we zien je graag volgend jaar.